Welkom terug bij Bert en Gert. Ha, waar zit hij nu toch? Ah, het is toch altijd hetzelfde met Bert. Ik denk dat ik hem eens moet bellen. Ik zal hem eens bellen. Hallo? Ja, eindelijk! Zeg, waar zit jij? Ja, ik ben onderweg en er rijdt hier een tractor voor mij. Een tractor? Je kunt die toch voorbij steken, man? Ja, je weet, ik heb toch nog geen rijbewijs. Rijbewijs? Ik heb dan nog maar net. Ja, net. Oké, steek gewoon voorbij en zie dat je hier bent, want we moeten naar gaan werken. Het is wel 2:15, hè? 2:15, hè? Ja, 2:15. Tjonge, jongen. Om 3 uur hadden afgesproken. Ja, maar we moeten daar vroeger zijn. Oh, die bier die staat hier al lang. Om 4 uur moeten we daar zijn. En het is nog een stukje rijden. Rij jij of rij ik? Ik, hè. Want je weet, de vorige keer is het niet zo goed afgelopen, hè. Ik weet van niks. Nee, nu weet je van niks. Dus toch zo, het is zo jong toch. Zie maar dat je hier bent, want het is toch altijd hetzelfde met die jongen, hè. Allee. Tuut, tuut. Ik leg af, want anders gaat je nog ongelukken krijgen. Tjonge, jonge, hey. Jongen. Niet te geloven ik met die pijp. Ik ga Gert bellen. Ah, wie belt er mij nu weer? Hallo? Hallo? Wat is er, Bert? Gert, ik ben gebotst. Dat meen je niet. Jawel. Moet ik naar u komen? Nee, it's a prank. Ah, oh, zie maar dat je hier bent, want het is al 2:40 en we moeten er om 4 uur zijn. Ik dacht dat we er om 3 uur moesten zijn. Nee, je moet om 3 uur hier zijn en om 4 uur moeten we daar zijn. Ah, oké. Je bent al 8 minuten te laat, man. Ja, rustig. Nee, ik kan niet rustig doen. Maar, zit je nu altijd achter die tractor? Bert? Oh, dat is toch niet te geloven met die jongen, hè? Leg hem gewoon af. Ah. Eindelijk! Waar zat jij, joh? Ja, die tractor, hè? Ja, die tractor. Kom, nee, we moeten vertrekken. Eerst nog een pintje. Ja, ga helemaal naar de auto. Pakken we mijn auto of de uwe? Waarom sta ik in de stad? Dat meen je niet, hè. Ik meen. Ah, dat is toch niet te geloven met die jongen, hè. Ik rijd mijn auto terug in de garage en ik pak. Nee, ik pak mijn auto wel. Want, ik weet het niet goed. Ik kom wel sowieso naar u. Ah, dat is toch niet te geloven met die jongen. Altijd hetzelfde gezever. Tjonge, jonge. We moesten er om 4 uur zijn, man. Iets later gaan zijn. We zijn al 6 minuten te laat, man. En jij verschiet ervan dat we altijd ontslagen worden. Tjonge, jonge. Ja, moet ik eens even naar de baas bellen dan. Ja, belt jij al naar de baas en zeg dat we een ongeluk of zo hebben gehad en dat we er bijna zijn. Ah, hallo? Ja, zeg meneer.
Ja, je spreekt met Bert, van Bert en Gert. Ja, we gaan later zijn, want Gert is weer tegen een boom gereden. Ja, Bert, Gert oké, is weer okay, tegen dat een is niks. boom gereden. Het is toch niet te geloven, hè? We zijn er om 6 uur dan. 6 uur, 7 uur, is dat goed? Ja, oké, okay, tot dan. Dag. Gert, Ja. morgen om zes, tot tussen 6 en 7 moeten we er echt zijn. Was het je tegen paas te liegen, man, dat ik tegen de boom ben gereden? Ja, moet ik zeggen dat ik het gedaan heb of wat? Ja, jij bent ook zo. Je ziet het aan je kop al dat je zo vaak tegen de boom bent gereden. Ja, maar aan uw kop is ook niet veel beter, zo man. Ja, ik heb toch al meer liefde gehad als jij. Ik heb een lief in de lagere school gehad, en jij Ja, niet. in de lagere school. Toen werd je juist uit de piemel van onze vader. Uit de piemel van papa komt er uit mama haar buik. Ja, mama heeft u opgegeten en heeft u daarna terug uitgekakt op de intussen. Ja, natuurlijk. Maar in het OC, dat was toch in het ziekenhuis? Ja, een ziekenhuis op de C. En Maar vader werd heeft je u dan nog toen eens laten blij? vallen. Dus, ja. Ik haat mijn vader, echt hè. Ik zal het eens melden tegen onze vader. Ik zal zijn vader eens bellen. Nee, Gert! Hey, vader, Bert zegt dat hij u haat. Ja, ik zal het melden. Oké, dag. Hallo, Leo! Bent je helemaal gek geworden of zo? Kom, stap in. Zet jij de navigatie aan naar de gevangenis? Oké, jij hebt de navigatie al opgezet, blijkbaar. Ah, nee, toch niet. Zet de navigatie op. Ho, ho, ho. Pas Nee, op, joh. nee. Ja, het moet wel even. We moeten er op tijd zijn. Ho, ho, ho. Ho, 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 je vast. Oké. Je moet anders rijden, domme kip. De navigatie zegt zo. Dus we rijden zo. Aan de kant. We moeten op het werk zijn. Aan de kant. Aan de kant. Dank u. Dank u. En dan gaan we hier de bocht nemen, hop. Ai, we zijn gespind. Ah, het is ook allemaal hetzelfde bij ons. En we moeten altijd op u wachten. Op mij, op mij. Ja, altijd op u. Hoor je mij niet praten of zo? Nee. Ja. Ron was er nu weer. Ja, oké. Is dat papa? Nee, dit is nonkel Ron. Onkel Ron. Die Ja, oude gek. nonkel Ron. Ja, die ouwe gek. Ik zal het eens zeggen, dan zal hem nog eens Trevor meenemen. Nee. En houd, laat die geweer weg! Stel, we zijn op politie en dan belanden we zelf in het gevangenis, hè? Plaats van te. Ja, dan zijn we En. altijd op ons werk. We hebben onze kleren nog niet aan. Ja, dat boeit niet. Dat boeit wel. We moeten onze kleren wel aan hebben, hè? Een dikzak. Oh, we gaan eerst naar de winkel. Hoe laat is Andere het? Ja, oh, we navigatie. zijn al 21 minuten te laat. Ah, oh, dat is Ja, we toch niet te mochten er om geloven. 7 uur ook zijn, maar ik zal bellen dat jij platte band. Platteban, ik heb het altijd gedaan. Altijd ik. Wie is er nu aan het redden? Aan het redden? Ik ben niet aan het Nee. redden, ik ben aan het rijden. Aan het rijden. Domme noob. Maar je moet niet naar die winkel, je moet naar een klerenwinkel. Waar stuurt je me nu eigenlijk heen? Oh, het is Dat is toch niet te helemaal aan geloven, mijn man. baas. Ah nee, hier is er één. Oh, dat is nog een kilometer ver rijden. En hier is er Ah. ook nog één. Allee, pelt jij maar naar de baas. Nee, dat is 4 kilometer. Pak die 1 kilometer maar. Hallo? Ja, baas.
Bert, Gert, die heeft platte band gereden. Het is toch niet te geloven. Nog 2 kilometer. Wat, dat zeg je, 2 kilometer? Ja. Nog 1 kilometer en 70 meter. Rechts. Voor wat in die schotels? Voor de gsm-ontvanging, denk ik. Of televisie. Of het voor de aliens. De voetbal kijken. Ja, voetbal kijken. Ohio! Who the fuck kwam daar, Gert? Yo! Dat was cool! Ja, echt een man. Ohio! Er ontploffen er kei veel, joh. Ik wil niet dood, hè. Jij, hè? Ja? Ik denk dat jij je messenger eens even moet checken. Waarom? Ja, gewoon, hè. Wacht, hè. Ik ga niet even een bericht tippen. Messenger. Ik heb geen bericht gekregen op Messenger. Oké, hier rust. Nu moet je eens op Messenger kijken. Ja, nee, dat denk ik niet, Bert. Nee, welk moet ik aandoen? Iets van... Ja, iets legerachtig, zoiets, ja. Ah, wacht eens, je moet eens naar Outfits Team Mask gaan en dan de Team Mask Forest. Volgens mij is dat wel iets goed. Ja. Daar, met die helm op? Ja. Verstaat je me nu? Ja, bij mij ook. Zet je? Oh, hier staat een klepje aan, dat moet je openzetten. Oké, okay. ik heb het ook gevonden. Jij rijdt niet! Laat mij 1 keer rijden. God. Alsjeblieft, laat me niet doodgaan. Alsjeblieft, laat me niet doodgaan. Dat is toch niet te geloven. Oh! La! Bert! Hey, pas op, joh. Ik heb een veel betere auto, ziet je dan? Die gaat uitstappen. Hey! Blijf dat zo'n Bert af! Snel, ik heb politie. Nee, bel onkel Lester. Hey! Kom naar hier. Het is toch niet te geloven? Dat is toch niet te geloven, man. Ik weet niet waar de. Waar we moeten toch met het gevangenis auto is. Aankomen. Zo beter? Ja. Oké, okay. Ja, weet jij waar de politie... daar is gevangenis al. Oké, okay, laat maar. Doris? Zie dat je hier niet ontploft, hè? We zijn al te laat, dus we moesten... 3 minuten zijn we te laat, Lars. Okay. Rustig. Remmen. Nee, ja, oké. Okay. Mooi door. Oké, ja. Verder rijden. Oké, nog eens. Perfect. Oké, we zijn er. Waarom krijgen we politie achter ons aan? Dat is wel... Oké, we zijn er. We moeten naar de baas. Ik ga even naar de baas, hè, oké?
Oh, hier is niet. De deuren zijn vast. Oké, wacht even. Shit. Maar ik ga in de auto zitten. Ik ga die aan het halen. Ik ga naar de baas bellen. Oh, ze schieten op mij. Baas. Hallo? Baas. We zijn er. Slagen. We zijn wel slagen. Mag ik hier wegkomen? Oh. Dan ben je broer in een rijweg. Bert. Bert, rij weg! Bert, we gaan dood, Nee, ja, ik ben dood. Zeggen ze, met onze auto! Oh, ik heb er hier snel eentje gestolen. Nee, oh, de politie is weer al achter u aan, zeker. Nee. Ik probeer die auto te pikken. Schiet jij die andere mensen af, oké? Jo. Ja, oké. Ik kom achter u opzitten. Rij binnen. Ik pak al sticky bombs. Dan, die heb ik nog toevallig op zaak 1 toch. Ik heb die gekregen van Bompa. Dat wil ik doen. Ja, Willy. Niet vallen. Oké, dank u. Hier staat onze auto. Huh. Oké, au. Kut. Oké, we moeten lopen, moeten lopen. Lopen. Oké. Kom aan. Snel. Doe die poort open. Kut, die poort gaat niet open. Shit, we zitten vast. Oké. Bert, jongen. We hebben platte band. Ja. Bert, we hebben platte band. Jeehoe, ik ga maar vliegen. Onze band is eraf. Yeah. Hier moeten we in. Ik ga proberen de uitgang te zoeken. Bert, we gaan dood, denk ik. Weer al, hè. Bert. We hebben een chance dat we zoveel levens hebben. Yeah. Ik wil niet in de gevangenis. Nee, ik ook niet, maar we gaan niet in de gevangenis, we gaan gewoon alleen dood. We hebben meer levens, maar ik wil onze auto gewoon redden. We gaan eruit. Kom aan. Doe die fucking poort open. Oké, dank u. Redden! Bel Lester! Die zijn ook zo dom om de poort open te doen voor ons, hè. Ja, ik heb dat niet gedaan, hoor. Oh! Lester wil dat niet doen, jij moet het doen. Lester kan het niet bij mij. Lester, waarom? Nonkel Lester wil het niet? Oh. Oké. Okay, my friend. Nu snel naar de. Leave it to me. Hey, Gert? Ja. Als jij nu eens naar huis gaat. Ja. Met een andere auto, dan heb ik een verrassing met deze auto, oké? Okay? Oh. Niet botsen, oké. Okay. Maar nee. Tot zelfs, hè. Hey, jongen daar met die coole auto. Mogen we. Of meisje, sorry. Mogen we die auto. Zet die in de garage. Ik ga niks in de garage zetten. Als de politie merkt dat wij die gepikt hebben, dan. Allee, ik heb die geleend. Maar ze gaan weer al zeggen dat ik ze gepikt heb, denk ik. Pegasus. We have a wide range of luxury and specialty vehicles available for delivery. We look forward to helping you soon. Goodbye. Ah, oké. Okay. Thank you. Oh, die zandweg is gestokt. Au. Ik heb botsen. Au. Dat was niet goed. Au. Ik ga bier halen, want ik ga mijn ontgoocheling wegkopen. Pak jij bier mee voor mij of niet? Nee, jij krijgt een bier. Maar ik heb echt een coole verrassing voor jou, maat. Je krijgt geen bier van mij. Waarom niet? Happy customer, right? Je kunt niet tegen bier, weet je het nog? Maar ik heb er juist een pintje gedronken. Heb je een pintje gedronken? Achter mijn rug!
Ja. Ah, dat is toch niet te geloven. Van dat bier zomaar waar geen alcohol in zit. Ah, ja, daar mocht je van drinken. Maar dat hebben ze hier niet. Dan moeten we naar een andere winkel voor gaan. Maar dan moet ik online bestellen, dus ik moet zelfs op mijn gsm eens kijken dat ze het nog hebben in voorraad. Want soms is het op. Ah, ja, oké. Oh, mijn grote pick-up truck. Zie nu wat je gedaan hebt. Nu ben ik weer al gebotst door u. Nee, niet door u. Bert. Ik heb ruzie. Ja, wat is die? Vechten, hop. Dat heeft onkel Lester mij geleerd. Als je ruzie hebt, moet je vechten. Oké, ik heb hem neer. Nu vertrekken, want als de politie hier voorbij komt, dan denken ze dat ik het weer gedaan heb. Dat ook is, maar... Ik wil niet in de gevangenis. Ja, de verrassing is klaar. Is de ik verrassing kan daar klaar? Oké. Ik zal zouden ze mijn auto even wachten op u? Ho. Ik denk dat we volgende week op vakantie gaan, Bert. Ik heb het nu al een beetje genoeg gehad met het werken. Maar we hebben ineens geen geld verdiend. Ik ken wel iemand en die leent wel geld aan mij. Aan ons, wat je bedoelen? Aan mij? Aan u gaat hem geen geld geven, denk ik. Want je hebt er straks nog gezegd dat je hem haatte. Maar ik haat hem niet, ik haat hem niet. Nee, nu haat je hem niet. Weet je al over wie ik het heb dan? Papa. Ja. Ik ben rustig een sigaretje aan het roken in onze auto. Bent je er bijna? Ja. Ah, het is toch niet te geloven. Hè? Don't smoke, kids. Want het is niet goed voor uw gezondheid. Wat is er? Mijn auto rijdt 200. 200? Hoe kan die zo snel rijden? Ik heb niks gedaan hoor. Ik heb deze auto vooral niet gestolen. Echt? Ja. Auto vooral niet gestolen. Je hebt die auto wel gestolen of wat? Nee. Ik dacht, Gert gaat hier echt blij mee zijn. Oh, het is toch niet te geloven nu, hè. Ik stap wel gewoon uit. Die auto moet ik eigenlijk nog verstoppen ergens, dus Waar is die al gewoon op? Ik ga hem een brand steken ergens, in de bergen. Nee, wacht. Achter ons huis. Wacht daarmee. Nee, ik ga hem een brand steken. Bert, ik wil niet dat jij medeplichtig wordt. Jij moet nog een grote jongen worden. Ik ben al een grote jongen genoeg, dus ik ga de auto een brand steken. Ik ben er met de verrassing trouwens. Oké, ik ben er bijna. Ik ga even aan de kant, want de auto gaat direct ontploffen. En de auto is ontploft. Ben je er nu? Ja, ik ben onderweg. Geen bang. En de politie is weer achter mij, natuurlijk dat. Dus moet je snel bij mij in de auto stappen. Ja, ik ben daar. Bert? Is dat onze verrassing? Dat is de verrassing. Hoe zit je daar aangekomen? Gepikt. Stap in. Gepikt. Toch niet van een militair of zo, hè?
Nee, ik heb die gisteren, hè, het werk van het leger, hè. Ja. Ik ben die nacht nog teruggegaan en ik heb deze meegepakt. Ben je helemaal gek in je hoofd? Je gaat dan niet terug? Oh! Oh, ik dacht dat je in het water ging. De politie, de politie, de politie! Lekker geregeld, hè? Oh, ik doe het niet graag, maar ik moet wel. Ik wil niet dood. Voor de zoveelste keer. Het doet wel pijn als je altijd doodgaat. We mogen blij zijn dat we meer dan 9 levens hebben. We zijn beter als een kat. Oh! Rijd de bergen op of zo, dan kunnen ze ons al niet zien. Ja, en nu zitten we vast en ik kan ook niks zien. Oh. Au, au! Hé, hey, Bert, ik ben daar afgevallen! Ah, kom, rij! Rijden, Bert! Oké, stap nu terug in van achter. Ja, het. Voor het gezicht van de politie. Ik moet van voren stappen. Ik kan hier van achterin stappen. Je hebt de deur op slot gedaan. Je moet bovenop de auto klimmen. En dan is het weer. Maar. Oké, je hebt de deur los gedaan. Eindelijk. Oké. Okay. Yeehoe! Oké, ik ga terugschieten. Is zo leuk, hè? Ja. Oh, tegenligger, pas op. Oh, dat is een normale burger. Die ga ik niet neerschieten, want dat is erg voor een vrouw en kinderen. Hopse, de helikopter is eindelijk neer. Gaat wat in. Oké, die twee politieauto's en de politiemannen zijn ook dood. Oh, gewone tegenligger is niet de bedoeling. En... Ik ga springen, hè. Nee, dat is hier weer het water! Ah! Het is weer niet te geloven. Ik zit vast in de auto. Ik kom je wel halen. Kom aan, Bert, ontsnap. Bert, ik pak je op. Hup. Naar boven, ik ga stikken. Oké. We moeten onder water, de politie komt. Jij wordt geraakt, ik zie bloed vliegen. Ik bloed gewoon. Bert. Wat mooie visjes hier. Oh, ik bel onkel Lester wel, want het is weer... Wauw. Heel mooie visjes. Ik ben er op en ik kan niet meer naar boven. What's up, pal? Oké, de politie is weg. Ger, ik ben dood. Bert, jongen. Doe dat nooit meer, hè. Was je zo ongerust? Ja, ik was zo ongerust. Kom eens naar hier. Kom eens naar hier. Je doet dat nooit meer, oké? Okay? Hey, ik heb weer een politie! Ik heb niks gedaan! Oh, Bert is weer dood. Ik ga ook dood, jongens. Ik ga ook dood. Nee, God, ze hebben mij gevonden. Gert. Je bent weer al dood, hè. Ik ben ook dood. Ik wil uit huis. Ik ook. We slagen elkaar even niet. En we gaan gewoon een auto ergens een lenen. Een politieauto stelen. Nee, ja, niet. Ik heb die. Oh, en hij heeft politie achter zich aan. Echt niet? Nee. Nee. Hey, en nog een koel, hè? Ik ga van achterin stappen. Ja. Oké, okay, als je het vraagt, dan wil ik het wel doen. Precies dat jij mij naar het gevangenis moet brengen. Ah, dat is wel een goed idee. Dank u om te zeggen. Maar ik wil eerst naar huis. Je
De sirene die maakt me zot. Oh, ho, 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 ho. Bert, ja? Ik heb een idee. Gert, ja, wat als we nu straak nemen op de politie? Jij bent helemaal in een kop zot geworden, zeker? Maar nee, ik ga iets bellen. En daar moet je naartoe rijden. Wel met de sirenes aan, natuurlijk. Au. Hey, jij moet uw navigatie even afzetten, vriend. Moet ik mijn navigatie nog even afzetten, zegt een vraag. Hier naartoe. Hey, een open koffer, dat is nieuw. Weten ze wat ze daarin steken? Nee. Lelijke en domme mensen zoals jij. Dus jij? Ook, maar jij, ja, wij twee, ze steken ons twee daarin. We doen als we politiemannen zijn. Meneer! Nee, niet gaan lopen. Nee, je wordt op staande voeten gearresteerd. Schiet hem neer! Oh, ik schiet u neer. Ja, ik heb hem. Stop. Arresteer hem! Oei, hij is dood. Kom, snel! Gert! Allee, terug stappen! Je wordt op staande voet gearresteerd, meneer. Au! Hey! Stap toch gewoon in! We zijn politiemannen, ze mogen ons niet aanrijden, hè? Stap in, die mevrouw heeft niks gedaan. Ze heeft wel tegen onze auto gereden, hè? Kom. Oké, maar wil jij één ding doen? Na de verrassing gaan. Maar jij hebt zoveel verrassingen en je hebt nog nooit een goede verrassing gehad. Nog nooit. Ja. Nou, je bouwt vandaag, ene keer. Nee, blijf in de jeep zitten. Blijf in de jeep zitten. Oh nee, wat gaat je doen? Niks. Vertrouw me maar naar. Ik zie die haak. Au. Lars! Lars, waarom zeg ik mijn collega weer? Bert! Kom naar ze zijn aan het schieten op ons. Maar de politie helpt ons. Ben je nu helemaal weg aan het gaan van mij? Ja, nee, maar ik zei kom naar hier. Bert, kunt je nu niks? En dat wil ik niet. Pak ik een andere auto, ik zet die wel af. Om de grote baan kwam. Nou, je kunt gewoon niet vliegen. Oké. Oh, ik heb hoogtevrees, ik hoor. Ik durf niet te doen, Bob. Bob. Wie is Bob nu weer? Dat is mijn speelkameraadje van het lager, weet je nog? Ah ja, ik dacht al, hè. Wie is Bob nu weer, maar nu weet ik het terug. Bert, ik heb echt hoogtevrees, dus doe dat nooit meer. Oké? Ik mag je auto wel even lenen, ik ben politieagent. Hey, wow! Hey, tegen een politieagent beginnen? Au.
Bert! De deur is eraf. Ja, dat maakt niet uit. Help mij landen. Oké, okay, andere kant. Oh, Bert, ben je serieus? Oké, okay, oké. Okay. Ja! Ja! Ja, nee! Oh, dit is zo eng. Dit is zo eng. Ah! Ik heb ooit een vrees, ik durf niet te kijken. Ik word zeeziek. Oh! Ah! Oh. Kijk, nu naar beneden. Ah! 3, 2, 1. Ah! Was leuk? Nee. Wil jij eens met de helikopter vliegen en ik in de auto zitten dan? Ja. Weet je wat, Bert? We gaan het vragen van op de politieagenten voor een andere keer houden, denk ik, want ik heb geen geweren meer. Dan gaan we eerst bij onkel Lester nog wel eens op bezoek en dan krijgen we wel geweren. Ja, we gaan volgende week wel, voordat we op vakantie gaan, nog bij onkel Lester binnen. Oké. Okay. Bert, mag ik de helikopter? Je bent daar. Dat is toch niet goed. Oh, jong! Oh, Bert, jij bent mijn broer. Ik geloof er niet veel van. Ja. Politie. Hé, hey, wacht even. Die dikzak. Hé, hey, heb je iets tegen mijn broer of zo? Hij is al dood. Zou denken. Is dit eigenlijk eng, Ger? Ja. Pas op! Shit. Ik kan niet vliegen, Bert. Dat is het enige wat ik niet kan, dat is vliegen. Dus het zal even duren. Ah. Ik dacht dat ik u had. Ja, ik heb u. Ah, dat is eng, man. Niet boven het water, alsjeblieft. Niet boven het water? Oké. Okay. Boven het water, alsjeblieft. Ja, je zei niet boven het water, dus... Oh. 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 Ik zie het, man. Ik moet kotsen. Bert. Zet me neer. Gerrit, zet me neer. Oké. Okay. Liesel. Ah, nou. Ik ga naar huis. Ziek. Gerrit, geef me alsjeblieft een lift. Te laat. Te laat. Hé, hey, come on. Te laat. Okay, te laat. Dan pleeg ik zelf voor. Te laat. Ik ga zelf nog plegen, hè? Ja, ja. Ah, oh, het is al te laat, ja. Ik wou weer terug te komen halen, hè, maar nu kom ik je helemaal niet meer halen. Nee, 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 kom, please, maat. Broer. Ah, ja, broer. Ik ben moe. Het is... 9 uur 52, ik moest dat lang slapen. Ja. Want anders ben ik morgen geen mens meer. Dan kan ik iedereen vermoorden die mij lastig maakt. Broer? Ja. Ja. Mag ik nog op de PlayStation? Nee. Waarom niet? Ik heb de PlayStation afgepakt. Waarom? Omdat we dankzij u weer al zijn ontslagen. Jij kunt toch niet vliegen, hè? Ja, ga maar.
Door mij ontslagen. Ja, door u ontslagen, ja. Je hebt het goed genoeg gehoord. Door u ontslagen. Wie zei dat ik moest binnenrijden, hè? Ja, je moest... Dat is normaal dat je moest binnenrijden. Kijk maar eens voor u, wacht. Springt jij daar nu uit? Ja. Heb je goed genoeg gezien. Hé, hey, je hebt ook die regenboog van hè. We moeten de helikopter natuurlijk laten crashen, want anders denken ze dat we die gepikt hebben. Wacht, neem mij mee binnen alsjeblieft. Kijk, het pelt maar aan. Ah, eindelijk thuis. En kijk, eindelijk die mottige kleren na doen. Ah ja, natuurlijk moet hij weer juist aanbellen voordat ik mijn kleren ging uitdoen. Ah, jij slaapt echt op de zetel. Oké. Okay. Vandaag is mijn beurt om in het bed te slapen. Nee, wij hebben geen beurten. Het is mijn huis, dus ik slaap in bed. Hè? Ik heb een blaadje. Nee, ik ga het niet. Ik moet de rand zijn, zo. Oké. Je had geen badjas slapen. Ja. Mag ik niet naast je in bed komen liggen? Nee, want jij pist in je bed. Dat is niet waar. Jawel, ik heb het gisteren nog gevoeld. Ik kon weer andere lakens leggen. Mag ik dan in de douche? Ik ga nog douchen, hè. Ja. Mensen, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hoeveel likes moeten we halen? Lijstje. Lars. Of 30. 30. 30. Oké, 30 likes. Dat gaat moeilijk zijn, maar probeer het. Deel het met iedereen en dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Bert en Gert. Dus, ciao.